Jongens, vandaag gaan we weer verder met een nieuwe survival. En dit is alweer deel 6. Het gaat best wel snel. Vandaag ben ik hier weer samen met Etten, oftewel Eten. Eten. Hij reageert niet. Hij is gek in zijn kop. En bedankt. Ik hoop dat die zombie... Nee, wacht, jij bent zeker veranderd in zombie nu? Ja. Ja, ik zie het. Wat? Ik moet een zombie slachten. Toch. God zombie. Serieus, ik heb nog wel 2 keer in mijn hoofd. Nee, daar ben ik niet trots op. Oh no! Nee, serieus, mijn huisje is gewoon weg nu! Dit is gewoon niet leuk! Er was een creeper! Nee, daar heb je de TNT in zitten! Shit, ik had TNT nog aan! Nee, zet je dat nog even uit? Ik kom zo die zombie slachten. Ja, mijn huisje is weer terug! Doe dat kutbeestje! Hof het die zo op! Zie je mijn ooghaantje nog? Het is een zombie-invasie, Etten. Oké, kun je mijn huisje nu weer rolbekken dan? Nee. Wel. Nou, ik weet nu wel, ik heb in ieder geval genoeg steen. Oh shit, het is echt een zombie-invasie! Wat doe je daar, Etten? Ik maak, dat is ook een minigame, hè? Dat heet zombies als het goed is. Oh, man, dat is echt een fucking leuke minigame. Dan moet je heel veel zombies overleven. Zeg, check dit dan, man! Ik heb nu geen huis om mee te schuilen! Fuck you, dude! Laat me erin! Nee, Simon! Naar de kelder! Naar de kelder! Kom op! Wat doe je? Etten, je maakt mijn huis lelijk, mogel! Wat doe je? Lekker af! Je roept ik zo dit toch alles, dus. Dude, ze zitten allemaal in het fucking huis van jou! Oh shit, ze komen nu deze kant op! En ik heb het alweer gesloten. Deze met plezier, hoor. Holy shit! Er staat op een zwaard! Holy shit! Kutzooi, het staat nog op een zwaard! Ik ben poesie je cave in rug aan. Ik heb nu de hele fucking... Hey, Rico is wat de fuck, die was er gebannen. Oké, dat is echt heel droog tussendoor, maar... Hoe de fuck komt er Rico hier? Oké, dit... Het is spannend, kip opnieuw. En dat is klaar. Dan, we gaan nu elkaar niet meer trollen. We gaan gewoon even rustig aan onze survival ding. Ik ga lekker minen. Etten, jij gaat lekker zombie hordetje spelen met je vriendje. Oh wacht, die heb je niet. Sorry. Niet zo racistisch moet ik zijn tegen jou, dat je geen vriendje hebt. Dan moet ik tegen kutwater op. He, waarom ben je nooit meer online op Skype? We zitten nu midden in Skype. Oké, mine dit even weg, ja? Ja, lekker zou ik zeggen, mine dit even weg, doe. Ja, help gewoon eventjes. Een beetje zetten. Die storen dan. Zo. Kom met de mine eventjes. Oh. At the fuck jou, klootzak. Wat? Ik heb zin in een achtbaan. Help eventjes, Etten.
Ik wil die cave doorgaan, ik wil iron en ik heb geen armor. Heb je mijn huis nou gerold, Bert? Nee, ontploft is ontploft. Ik kan er niks aan doen dat er een creeper stond. Nee, daarom zat er ook vet van TNT aan de grond. Ja, toen, maar de eerste keer was het een creeper en daarna heb ik het gerobbed. Ja, tuurlijk, daarom zat er ook direct voor één creeper, dikke kraten eromheen. Tuurlijk, geloof het zelf. Ik ga door die cave heen. Nee? Jawel, ik moet iron hebben. Ja, serieus, bedankt! Team op! Hoe zit ze staan er nog steeds? Haal ze weg! Haal ze weg! Ik ben aan het minen. Dude, haal die kutzombies weg! Ja, het is survival, het is geen cheat de rest. Ik had het. XP! Yes, mijn zwaard is bijna kapot. Kut, die op. Ik mag al. Nee! Nee, stop! Nee! Oh nee! Ik heb mijn handen nog niet staan. Nee, die op. Op in jezelf toch lekker op, man! Nu stond een zombie voor mijn gezicht. Jij ook al, hè? Ik doe niet van slag, Yes, ik heb 4 keer mijn eigen hoop! In 1 keer! Zo, oké. Okay. Nu gaan we eventjes echt minen en gaan we niet meer trollen hoor, mensen. Sorry. Kijk, kom. We minen dit eventjes uit, ja, Ette? Ja, weet ik, maar je moet even wel spullen kwijt. Dump ze maar in mijn chest! Nee, ik heb een eigen chest. Ja, waar? Ik heb niet meer opgeblazen, nee. jouw chest is opgeblazen, man. Fuck you. Is niet leuk. Dan moet ik al een kostbare... Mag ik die schoenen, niet van Iron? Ja hoor, maar doe niet alles in mijn chest, ben je gek? Zeg, jij zei net, doe alles in jouw chest. Nou, Bert, dan doe je dat ook. Waarom heb je zo'n eng hoofd op? Wat ik anders niks had. Even kijken, ik heb mijn hoofd in een token gesteld, maar waar is dat nou? Ik had toch rot voor een pak ik een stuk hout is weer weg. Oké, serieus? Nee, je hebt de deur op gedaan, hè? What the fuck, ze zit ook hier! Oh shit, dat merk ik. Je kippen zijn alweer weg, hè? Je zou te stoppen met trollen! Oké. Dit is de allerlaatste... Ja, goed doen! Oké, dit keer gaan we eens iets nuttigs doen in de aflevering, want... Ik heb fucking Etten. Die zijn steeds aan niksen met kutzombies. Die kutzombies die er nog steeds zijn, die altijd golden boots aan krijgen, waardoor ik word verraden. Ja, jij hè, door jou. Wat is? Zombies hebben golden boots en daardoor weten altijd mensen dat als ik ze troll. Ja. Oké, laten we nu eventjes echt gaan minen, want ik heb het echt nodig, het stuff. Wat heb je nodig dan? Steen? Ja, steen en zo. Ik wil gewoon, weet je, dit wordt mijn survival serie en ik... Oh shit! Je klikte volgens mij verkeerd. / spawn mob chicken 555. Stomme hond. Ik ga hem eventjes bij een andere hond weghalen die altijd in de buurt loopt. Stom raam. Hoe diep zit er trouwens? Serieus, moet je nog 52 lagen voor echt beter opdragen op 0. Welk niveau wil je ergens dit hebben voor diamonds, zeg maar? Ik maak altijd op 9 diep voor diamonds. 9, ben je gek? Ja, altijd onder de 15. Wauw, eerst gaat hij achter de postbode. Kut beest. Wef! Wacht, ik mute mezelf heel even. Ja.
Hou de kijker bij, praat mensen. Ja, hoe? Ik kan zeggen, ik vraag ze wat en dan... Ja, dat heeft nut. Ik vraag ze wat, maar ze kunnen geen antwoord geven. Ik weet toch niet wat ik moet vertellen, jong. Nou, eerst om leuk te beginnen. Ik ben Ette. Achternaam is Bersma. Woon in Sint-Anne-Prochy. Friesland. Nederland. Spreek Nederlands. Kijk, ik kan niet meer vertellen. Ik heb 2 katten. 3 dode goudvissen. Nou, het waren eigenlijk wel kleine visjes, maar... Wat een kutverhaal! 3 dode goudvissen, mongool! Een hond, 2 konijnen... Heel interessant, Ed. We hoeven jouw levensverhaal niet te horen. De kijkers willen leuke dingen horen, zoals... We hebben 185 abonnees, yay! Of, het is een sukkel, yay! Of, we zeggen ze gewoon leuke dingen. Wisten jullie dat Ette 3 jaar is? Ik Skype al sinds hem best wel lang, maar ja, hij is gewoon 3. Hij denkt, ik ben stoere Ette, ik ben een bad boy. Maar eigenlijk is hij gewoon maar 3. En ja, zijn lievelingsserie is Sesamstraat. Nee, Dora. Nee, Sesamstraat. Dora. Oké, Teletubbies. Diego. Kijk, ik zei toch, dat zijn zijn lievelingsseries. Hoe weet hij al die rare namen? Ik weet niet eens wie Diego is. dat is de neef van Dora. Kijk dan, wat de fuck voor mijn goe is dat? Welke idioot kijkt dat nu nog? Als ik de eerste uur vrij heb van school, dan heb ik niet te kijken op tv. Ik kijk altijd dat Mickey Mouse Clubhouse. Ik vind dat gewoon leuk. Kut Dora, mongool. Kijk, doe het. Cool. Oh, Dora. Coole dingen. En wat moet ik dan kijken? Mickey Mouse. Oh, kijk, ik wil Mickey Mouse Clubhouse. Kijk, Mickey Mouse Premium. Wat is. Weet ik veel. Ik zeg maar wat. Kijk, Ed in de Neukhuis. Nee. Sorry, ik meen eerst dat deze wereld... Nee, dat is die andere wereld waar je gemaakt bent. Dat is het. Wat? Nee, ik dacht dat deze wereld had toch ook eens een shop. Maar dat was die andere wereld waar Enrico je toen genaaid had. Oh ja, die ene server dat Corneum had gehackt. Ja. Ja, I know. Ja. Dat was een kut. Ik dacht even, mooi. Oh, ik zat aan die koppen zo lekker in die shop. Even zelf een beetje money. Maar toen dacht ik, oh ja, die shop is er niet meer. Oh ja, dat moet ik nog instellen. Thanks, man. Helemaal vergeten. Ik heb nog geen money plugin. Alsjeblieft. Zie, ik ben echt handig. Maar ja. In ieder geval, er komen geen... Zeg, ga minen en dan mine zelf niet eens. En dan moet ik al het werk doen. Kijk eens waar ik ben, Ette. Ja, je bent hier iets doms aan het doen. Je bent hier serieus gewoon een huis aan het bouwen. Oh, een cave. Ette. Wat? Ik wil eieren hebben. Hoezo? Dit heeft er nu niks mee te maken, toch? Niet deze fucking... Wat heeft Dora met een cave te maken? Nou, Dora is een explorer. En ze ging altijd iets onderzoeken. Ja. Oké. Okay. Dora, Dora. Titi Dora, Dora, Dora. Titi Dora. Kijk, dat ben je, jij bent ook een mongool. Jij kent dat nummer. Dat nummer ja, omdat jij het net begon te zingen voor de opnames. En dat serieus voor de opnames al bedacht. Ja, ik ga het dit keer hebben over Dora. En over de Mickey Mouse Club. En over porno. En over allemaal rare dingen. En ik ben Ette de Hoer. Zullen we het over jou hebben? Dan zijn we binnen 2 seconden klaar. Ja, aardig. Zo weinig valt er te vertellen. Ja, aardig en normaal. Nee, over normale dingen. Dus gewoon goede dingen. Valt serieus maar 1 ding te zeggen. Wat dan? Ja. Jongens, Ed is gek in zijn hoofd. Toen hij 3 was, is hij op zijn hoofd gevallen. Niet, toen ik 8 maanden was. Nee, die is echt gebeurd. 8 maanden. Ja, die is echt gebeurd. Ik zat bij ons, mijn broer moest nog zelf voetballen. Ja, die was toen 5. En toen, wij hadden dus zeg maar zo'n zaal, zo'n tribune dus erbij. Dan zit je wat hoger dan, ja, dat is logisch. Maar dit is, ik viel dus gewoon 3 meter naar beneden toe. Dat is als 8 maanden jaren oud. Nou, ik lag daar bewusteloos.
Ik heb ook nog 2 minuten geleden. Doe even zin in mijn moederpas. Hé, hey, waar is Etten? Waar is Etten? Nee, ze heeft dat verteld wel eens gewoon verteld. En dan krijg ik natuurlijk weer de kutopmerking van mijn broer. Oh, daarom dus dat je zo abnormaal bent. Ja, inderdaad! Je bent op je hoofd gevallen. Dat is wel een goeie man. Maar snoei toch? Was normaal gewoon dood! Ja, jammer voor jou. Had je maar niet zo raar moeten doen bij de tribune. Je stond daar waarschijnlijk te juichen als een of andere hoer of zo. Serieus? Ga je mijn huis echt niet rolbekken? Nee. Je maakt waarom het niet? Ik mis nu 5 eieren. Ja, ik mis al mijn kippen. Ja, maar dat jij je schuld. Serieus, jij doet die deur open, spant een creeper en doet net en dan eerst die 10 onder, spant een creeper en geeft de creeper de schuld. Sorry, ik ga wel gewoon een gat in de grond maken, dan leef ik daar wel in, ook wel goed. Nee, je maakt gewoon je huisje. Ja, nou precies. Hoe ben dit fucking kutstuk hier dan? Maar dit huisje was toch lelijk, dus. Ja, wat denk je dan? Ik heb toch geen resource om een mooi huis te bouwen? Ik heb alleen steen nu, meer niet. Dus ik ga gewoon achter jou wonen. Ja hoor. Er zijn een spin afslachten. Kun je daar nog gaan vissen? Oh wacht, er is geen water in de buurt. Er is water in de buurt hoor. Oh, dus toch. Eerst vragen en nee zeggen. Wat? Nou, ik vroeg zo, is er water in de buurt? Nee. Oh, dat had ik niet eens gehoord joh. Nou, bedankt. Even een farm maken. Ik heb al een farm staan, maar dan zonder water. Daar vroeg ik ook, is er water in de buurt? Jij zei, nee. Dus heb ik ze gewoon opvalt. Ja, als het irritant geworden, kan ik ook irritant zijn, hoor. Maar survival gaat best wel goed op zich, deze serie. Serieus. Ja, hoeveel dislikes heb je al? 0. Aw. Oh. Kut etten. Zo, die opmerking moest gewoon even komen. Hé hey, jongens, Etta die stuurde mij zo'n porno site. En toen heb ik hem daarop gespot. Serieus, hè? Ik spotte hem. Dat is niet zo. Waarom spot ik je dan? Hier is mooi even. God, zo allemaal. Jou valt echt niet gezond te praten. Wat is hier gebeurd? Waarom is hier een krater? Etta? Omdat jij niet wil rollbacken en dat was dus die creeper met TNT. Ja, maar als ik nu rollback, dan ben ik de rest ook kwijt, hè. Wat ben je kwijt dan? Zo, even. Dus ik heb nu... Hier, ik begin was letterlijk in een andere volgorde. Ik begin met de vloer. Met de, hoe? Wat? Yes. Ik snap jou niet. Nou, voor mijn huisje. Ik bouw achter jou een huisje. Ik begin echt in compleet vreemde volgorde. Ik begin met de vloer. Waar ben jij dan? Achter je huis. Ik begin serieus fucking droog met de muur. Met de vloer bedoel. Op. Op. Ik hou het nodig. Stomme game mode enig. Of is het een rollback, hè? Oké, wat doe je? Doe niet, dat is niet leuk. Dit is een survival serie, dit is niet een troll etten serie. Nee, het is toch zo. Waar zijn al mijn bones? Wat is? Mijn boonmeel. Ik had heel veel boonmeel, maar ik ben het allemaal kwijt. Je had er maar 8. Ik heb jou niet verteld dat ik 8 boonmeel had. Nee, maar ik heb 8 boonmeel van je gepakt om wat graan van te maken. Zei je, oké. Kut hoor. Nou mensen, dit was het weer voor Survival Deel 6. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, laat dan vast een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, mijn naam is Tom en ik zie jullie de volgende keer. Laters!